Als jij FIFA coins wil halen bij de goedkoopste site van Nederland voor welke console dan ook, op welke manier dan ook, ga dan naar fifacoinsnl.com en gebruik de code HART om het nog goedkoper te maken. Welkom mensen, nou ik heb al vele squad builders gedaan dit jaar. Goedkope teams, dure teams, er lekker tussenin. Maar nu is het tijd voor mijn ultimate team. Zoals jullie kunnen zien, het is echt... Damn, dit team is voor mij echt insane. De reden dat ik normale Messi en Ronaldo heb is... Ik wil mogelijk nog die team of the years halen. Misschien later. Wie weet hoe we dat gaan doen. Maar dit is dus het team. We hebben op doel natuurlijk Sirigu. Dan hebben we Marcelo, Thiago Silva, David Luiz. Beste centerback in de game. Die gast zo verschrikkelijk goed. Dan hebben we Carvajal, de upgraded card. Modric, Bale. En dan hebben we nog Messi. Second informa Tweedy is dit. Ik had hem first over. Hij is best wel fucking insane. Kroos die ook wel aardig wat doelpuntjes meepakt. En dan hebben we natuurlijk Cristiano Ronaldo. Dit team is ongelooflijk. Jullie gaan het zien. Ik hoop dat jullie ook weer deel van kunnen kopen. Ik raad je alleen al aan als het kan om de normale versie hiervan te kopen. Want het is echt belachelijk goed. En jullie gaan nu de gameplay zien. En waarom dit team wel goed is en wat de nadelen ervan zijn. Nou is het natuurlijk niet het team dat iedereen kan betalen. En dat begrijp ik volledig. Je ziet trouwens ook telkens het team waar tegen ik kom te spelen. Zodat je weet dat ik niet bijvoorbeeld tegen een paar chemistry bronze teams speel. Maar het is gewoon echt waar ik tegen speel. Zodat je een beetje weet hoe goed het is. De team is ongelooflijk. Ik had natuurlijk een account met nog heel wat miljoen staan. En ik dacht, ik ging gisteren streamen. Althans, poging tot. Dat ging wederom niet al te best. Ik weet niet waarom. Ik denk dat het leven me gewoon haat of zo op het gebied van streamen. Maar in ieder geval, ik kocht een paar van die spelers. Want ik heb bij Milo gemerkt hoe godvergeten hoe het hier David Luiz is. En ik dacht, ik maak eens een teamje mee. Ik wilde gewoon mijn Ronaldo terug in mijn team. Ik moest hem weer gebruiken. En het team is, het is ongelooflijk. Het is echt gruwelijk. Ik denk het beste er nog aan is Matuidi. Matuidi staat sowieso met top 5 CDM's dit jaar. En ik denk, wat je met hem als CDM hebt, wat je met vele andere goede CDM's niet hebt, is hij voegt heel veel voetballend vermogen toe aan je team. En ik denk dat dat een voordeel is, want als je zoals ik veel aanvalt, ik kan verdedigen, maar niet lang niet altijd even goed, dan denk ik dat je wel Matuidi kan waarderen, omdat je dan gewoon, je speelt lekker naar voren, je kan gewoon goed counteren met dit team, dat sowieso. En het is ongelooflijk. Ik weet dat heel veel van jullie wel wat coins hebben, maar er zijn ook mensen van jullie die geen coins hebben. Die zullen dan vragen, wat zijn de goedkope varianten? Je kan sowieso natuurlijk gewone David Luiz, gewone Thiago Silva doen. Dat is sowieso al, dat is een combinatie die je kan maken. In plaats van Ronaldo kan je, ik denk, Griezmann doen. Of Pedro. Griezmann of Pedro zou ik dan zeggen. En in de spits, Benzema is een optie. Dan zou ik hem wel Deadeye geven. Of althans in het Nederlands is dat geloof ik killer of zo. Shooting en passing boost. Of je gaat voor een van de CRM's. Dus zeg bijvoorbeeld Rakitic of Isco. Of James Rodriguez. Dat zou een goede zijn. Maar dat kan dus. En voor Bale kan je denk ik het beste... Goeie. Wie het beste voor Pedro? Nee, voor Bale bedoel ik. Ik weet niet. Misschien Vela. Ja, dat kan. Dat kan. Dus als je dat wil, dan is dat je guy. Maar je moet het een beetje invullen, want ik noem nu al de suggesties natuurlijk, maar niet elke suggestie werkt bij elkaar in verband met chemistry. Maar er zijn dus zat opties en ik denk dat jullie zelf ook wat kunnen bedenken. Maar je ziet ook af en toe dat ik wat tegengoals kreeg met het team en dan vraag je af, is de verdediging dan zo slecht? Nee, dat niet. Het ligt ook een beetje aan mij. Zoals ik zei, ik ben niet altijd een geweldige verdediger. Ik ben beter in aanvallen, mooie aanvallen af en toe, dan ik echt ben in verdedigen. En ik doe wel mijn best. Het verdedigt echt enorm lekker. Ik denk dat het vooral is dat de onderscheppingen die David Luiz vooral maakt, en ook Thiago Silva, is echt ongelooflijk. Zeg maar, spits Aubameyang wordt vooral bijgehouden door David Luiz. En ja, Thiago Silva, hij valt minder op dan David Luiz. En dat is een goed iets bij een verdediger, naar mijn mening. Want hij hoeft gewoon niet veel te doen. Hij pakt hem af, hij geeft hem gelijk weer door aan iemand anders. En je merkt het gewoon bijna niet. Dus het is echt heerlijk. Dan Messi natuurlijk ook. Ik denk samen met Ronaldo de fijnste dribbelaar in de game. En dan denk je, oh, dat is de rating. Dat is logisch. Het is ongelooflijk hoe goed die man dribbelt. Het is echt zo soepel. Het enige wat ik nadeel met Messi heb is, hij is erg klein en hij heeft erg lage kracht. Waar Ronaldo een vrij lage balance heeft, waar ik heel weinig van merk, merk ik het bij Messi af en toe wel met zijn kracht. En hij voelt niet zo snel als dat hij is. Dat is niet per se een slecht iets, want hij komt alsnog 9 van de 10 keer wel voorbij. Maar er zijn verdedigers die hem wel degelijk gewoon normaal bijhouden. Je kan dat zeg maar scripting noemen van de game, dat er iets niet klopt.
Maar af en toe leek Messi iets wat slow. Nou ja, Bill, weten jullie, absoluut geweldenaar. De instellingen, althans de instructies zijn trouwens, en ik zeg ze in het Engels omdat ik de Nederlands gewoon echt niet weet. Ik speel altijd in het Engels op FIFA. De instructions on my wingers zijn cut inside en get in behind. Messi staat als enige op stay central, dat is de enige instructie op hem. Matuidi staat alleen op stay back while attacking. En datzelfde geldt voor mijn links- en rechtsback, die staan ook op stay back while attacking. Dat zijn dus de instructies. Maar jullie zien dus, ik heb tegen behoorlijk wat goede spelers gespeeld. Je zag Man of the Match Messi, je zag Player of the Year Hazard langskomen, je hebt Ronaldo al langskomen, Messi als tegenstander, normale Messi. Het maakt allemaal niet uit. Dit team speelt ongelooflijk goed. En je kan natuurlijk nog, als je echte coins hebt, kan je natuurlijk voor Team of the Year Kroos nog gaan. Nou, dat zou ik ook nog kunnen, in principe, maar... Tot nu toe, dit zoals het is, is fenomenaal. Het is echt ongelooflijk. Sommige goals die gewoon met zoveel gemak gaan. De positioneringen, de runs van de spelers. Het is echt geweldig. Mocht je dit kunnen betalen, zou ik het zeker aanraden. Ik denk dat dit sowieso in mijn top teams van dit jaar zit qua hoe het voor mij heeft gespeeld. Ik heb er nu 7 wedstrijden mee gespeeld. Ongeslagen. Deze laatste wedstrijd, ik heb er 2 rage quits mee in zeg maar alle games die je nu ziet. En ja, dit is het einde. Ik dank je voor het kijken. Like dit als je genoot. Abonneer als je meer squad deals wilt zien en al die andere zaken. En ik zie jullie later, mensen. Bedankt en ciao.